dat die bonus voor de winnaar dan, zeg maar, erbij. Ja. Dus, maar we zijn dus net begonnen. De Toto hadden altijd een hele mooie commercial, toch, met Jan Boskamp. Dat je zegt van, leuk, Jan Boskamp eruit gegooid. Oh, dan gaat Jan ook niet naar het gala. Nee, Jan is thuis gebleven, denk ik ook, ja. Nou, ze hadden bitterballen en Bas Bami schrijven. Dus hij wel volgens mij wel gegaan. Dit is de nieuwe, daar komt hij. Mijn naam is Zwart, iedereen is de Sjaak. Als ik de Toto speel, dan is het altijd raak. Ik ben de nieuwe koning Toto, heb alles voor mekaar. Weet het beter dan die rapper met het gekke lange haar. Ik zet een eentje hier, een tweetje daar. Beetje beter, kom dan maar. Ja, wel leuk. Ja joh, leuk man. Ontzettend leuk. Niks mis, man. Kijk, van Sjaak kan ik alles hebben. Ja. Ik ook. En van de Kerkhoffies ook. Ja. En er zijn er nog meer. En ik ben laatst met Sjaak bij een amateurclub geweest. Zo scherp als een mes. Ja, hij heeft goede anekdotes. Echt een leuke man. Ja. Alleen, hij vindt nog steeds dat hij in Ajax 1 moet spelen. En dat is een misvatting. Nee, is dat zo? Ja. Denkt hij echt niet dat hij mee kan nu op dit moment? Ja, nee, maar hij vindt nog steeds dat hij ten onrechte niet bij de groep zit. Oké. Okay. Dat doet hij Ten Haag dus ook alweer verkeerd eigenlijk. Ja. 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 Zal hij wel kwaad op zijn. Sjaak is gewoon wel op het feest. We hebben een app. Dat mag u niet missen, hè. Download hem nu voor leuke video's en het allerlaatste voetbalnieuws.